bij Boxing Fit, bij Ted Fitness Centrum. We gaan een half uurtje een goede, stevige workout doen met boxelementen en een body workout. Wat heb je nodig? Een flesje water. Een matje zou kunnen. Of een zachte ondergrond. Dat is ook prima. Ja? Succes. Ga rustig staan op de palm van de voet. Heen en weer, handen hoog. En been voor. Voor en achter. En wissel. Probeer je been goed uit elkaar te houden. Dus niet dit gaan doen, maar echt uit elkaar. Wissel. En boven naar binnen. Wissel. Korte pasjes maken. De zijkant. Naar midden. Goed warm worden. De andere zijkant. Midden. Andere zijkant. Nog een beetje sneller. Vanuit hier gaan we stoten. Op het eind knijpen in je vuist. En draaien. Kom maar. Echt terugtrekken naar je kin, hè. Naar midden. Zijkant. Oh. Gaan we door met opstoten. Deze beweging. Mooie ronde beweging maken. Zo snel als jij het kunt, hè. Kan je het snel doen? Gewoon rustig. Midden. Zijkant. Midden. Andere zijkant. Kom, draai je schouders. Draai je met lekker warm worden. Kom. Oké, gaan we over naar de hoeken. Duim omhoog en de boog omhoog. En zie dat ik iets indraai. Normaal gesproken doe ik dat met mijn heupen. Lukt dat nog niet? Gaat het nog niet automatisch? Meteen even indraaien, zwakken naar buiten. Gaan we steeds sneller. Terugtrekken, ah, terug. Niet dit en dan terug. Nee, één terug. Kom maar. Beetje laag. Hoog. Variëren. Nog even op de plek. Zometeen gaan we het uitbouwen. En ik stop gewoon iets voorbij mijn neuslijn. In de lijn. Iets voorbij. Oh, genoeg. Niet helemaal daarin zwaaien. Gaan we over naar push-ups. Ik heb al heel vaak push-up uitgelegd. Als je dat nog even terug wil zien, er zijn genoeg workouts waarin ik dat heel vaak uitleg. Maar ik ga ervan uit dat de meesten dat nu wel kunnen. Of op je knieën. Of gewoon, ja, wel zakken.
Ik geef gewoon een aantal op. Je doet ze. Lukt het niet, dan ga je achter me aan. Is het te veel, dan maak ik daar wat minder van. Ja? Dus zeg ik 6. En op een gegeven moment is het dan helemaal vol. Dan doe je de 3. Maakt me niet uit. Dan gaan we met me mee. Ja? Oké. Blijf gewoon staan op de plank. 3. Hou vast, hè. Als die plank te zwaar is, kun je ook zeggen, nou, ik doe het even gewoon zo. Prima. 2. Vijf. Eén. Hou vol. Je hoeft niet constant in de plank te staan. Als het niet meer lukt, dan even niet. 3. Twee. Vier. Blijf staan. 1. Twee. Hou vol. Neus in, mond uit. 1. Drie. Blijf staan. Kom op. En 1. Blijf staan. Oké. Ben je nog bezig? Maak ze rustig af. Het aantal. En de andere. Neem een slokje water. Regenereer. Even armen uitschudden. Wat we gaan doen. We hebben de bewegingen gedaan. Direct, hoek, opstoot. Ga je nu combineren. Dus lekker voor jezelf. Alsof je aan het boksen bent. Denk je nou, de technieken zijn nog moeilijk. Het is gewoon alleen direct, dus ook prima. Ja? En bewegen. Kijk, op de bal van mijn voet. Beetje dicht. Tussendoor krijg je ook even mijn oefening. Doe gewoon met me mee. Heb je alleen maar om na te doen. Meer niet. En bij te houden als het niet lukt, dan lukt het niet. Dat maakt niet uit. Heb je wel je best gedaan. Bewegen, bewegen. Je kan natuurlijk ook daarin. Hè? Goed, dan zit je naar de achterkant van me te kijken. Dan zit je ook niet op te wachten. Ja? Dus lekker ontspannen. Wil je wat sneller? Prima. Maakt niet uit, hè. Dubbel. Dubbel mag ook. Hoog laag. Lekker. Ontspannen boksen. Geef ik een oefening nu gewoon mee. Hou je matje wel bij de hand, zou ik zeggen, ja? Oké, oefening. Ik geef een aantal squats op. Ik ben vandaag van een aantal. Ja, die doe je gewoon. Maar je blijft wel bewegen en je blijft boksen. Zeg ik squatten? Prima, zo snel mogelijk in de beweging. Squat naar beneden en het aantal. Ja, lekker bewegen. 5 squats. En weer bewegen. Ben je nog bezig met squat? Prima. Ga je gewoon lekker bezig. Zes squats. En twee. Ga over naar alleen directes. Directes, alleen voorwaarts. Hoog, laag. Ja, prima. Hap. Maar wel die squats nog, hè. Zes squats.
Niet schrikken, zo meteen. Als er iets verandert. 16 squats, ja? 4. En direct dus. Mag je wel lekker uitgooien. Hoeft niet meer zo rustig. Oké, gaan we over zometeen naar de tuck jump. En de tuck jump, ik zeg het eigenlijk dan. Zo hoog mogelijk. Dus mijn knieën zo hoog mogelijk. Als ik zeg 3, ziet dat er zo uit. Ja? Is het te hoog voor je? Doe ietsje minder hoog. Prima. Wel proberen te landen met gebogen knieën. Ja? Oké. Gaan we over naar de opstoot. Je bent alleen maar opstoot aan het maken. Opstoot onder de kin, opstoot in de buik. Mag je zelf weten, ja? Vier tuck jumps. 4, 1, 2, 3, 4. En bewegen. Opstoot. 3. Hé, ik was nog bezig, Bas. Maakt niet uit, hè? Ga je gewoon door. Maak er gewoon 7 van. 4. Wat je doet, als ik zeg hoog, ga je omhoog, zeg laag, ga je laag. Ja? Geen probleem. Moet het voor de meesten zijn. Heel vast. Hoog. Laag. Zeg ik af en toe pushen? Mag je een push-up maken? Hoeft niet. Ja? Gewoon 1. Hoog. Push-up. Blijf staan. Push-up. 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 En weer laag. Hou vast. Vanaf hier. Rechte knie. Richting, mijn rechter elleboog. Kom maar.
Hoog. Gaan we gewoon door, hè? Kom op. Hou vol, ik doe met je mee. Push-up. 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 En los. Even uitschudden. Monden weer binnen. Benen gestrekt. Omhoog. Gestrekt omhoog. Kom maar. Lukt dat niet, is het zwaar. In plaats van je rug kan je ook gaan fietsen. Prima, ja? Omhoog. Blijf laag. Nu naar de zijkanten. Dus naar links en naar rechts. Blijf dezelfde beweging maken. Kom op. Ga steeds de verdieping hoger. Doe een trappetje op. Totdat je helemaal omhoog bent. Ga je weer terug. Schuin naar de hoek. Schuin naar beneden. Weer schuin naar beneden. Zie je, ben je gewoon weer terug. Ga je weer terug. En naar beneden. Omhoog. Nieuwe. Naar de zijkant, of links of rechts zijn. Ja, spiegelbeeld. Dus. Weer omhoog. Naar beneden. Weer omhoog. Opzij, andere kant. Gaat omhoog. Opzij, omhoog. Ga maar eventjes naar de zijkant toe. Constant. Hup, opzij, omhoog. Even niet naar het midden. En terug. Blijf trappen naar beneden. Hou vol. Gaan we naar het scharen. Hoog-laag. Kom op, hè. Niet opgeven. Vijf, vier, drie, twee, één, en los. Ja, je mag een slokje water drinken tussendoor. Doe dat gewoon naar eigen inzicht, want het is maar een half uurtje. Oké, bewegen weer direct. Alleen voor, direct voor. Dus als je links voor staat, is links ook je directe. Ja? Ja, bewegen. En zo meteen gaan we wisselen, het maakt niet zoveel uit. Bewegen. Gooi hem maar uit, hè. Ik hoop het eind knijpen. Eind knijpen, kom maar. Zowel laag of hoog. En gaan we wisselen, ander been voor. Je ziet dat ik stap, hè. Voor jezelf. Hoef je niet na te doen. Gewoon zo vaak als jij wilt. Kijk, gaan we naar links. Rechts. Dus voor. Achter. Voor. Achter. Zet mijn voet echt in de grond. Maakt niet uit welke kant je begint. Ga zo meteen toch wisselen. Voor jezelf. Je zou kunnen kiezen. Ik pak gewoon alle kanten van de kamer. Hop. En ik ga weer terug. Je mag ook gewoon hap, al boksen door de kamer heen.
En je kan ook zeggen, nou, pak gewoon richting een. Af en toe wisselen van kant. Reverse lunge doen, dus naar achteren stappen en ik maak een lunge. Ja? Naar achteren, ik maak een lunge. Handen hoog. Klaar, go. Achteren, lunge. Daar komt zo meteen wat bij, want als ik tegen je zeg freeze, dan blijf je staan en dan ga je gewoon door met één been. Ja? Zet je voet echt op een tweede spoor, hè? Niet achter je andere voet en dan val je om. Freeze, oké. Blijf doorgaan, hè? Gaat naar beneden, recht naar beneden. Omhoog, helemaal omhoog weer. Naar beneden, omhoog. 3, 2, 1 en weer door. Als je linkerbeen achter is, mag je weer in de freeze houden. Dus ga je weer door. Ja? En omhoog. Kom op. Haal vol. En weer door. Bij de volgende oefening hoef je geen matje te pakken. Dat mag. Wat we gaan doen. Mijn voet geef ik even zo'n tikje. Tikje. Dus, rechterhand, linkervoet. Ja? En dan nog zo. Oké. Lukt het niet? Volstaat het met je knie. Of met het midden van je scheenbeen. Enkel maakt niet uit, hè? Als ik weer stop, ga je shadowboxen. Dus geef je alles. Ja? Ga je lekker bewegen. Op snelheid. Dus dat is niet als net. Maar gewoon iets sneller. Beetje sneller. Ja? Klaar. Go. En weer terug. Zo, oefening weer. Kruis links. Go.
Half op. Oké. Okay. Heavy shadow box. Oké, en los. Wat we nu gaan doen is knie hoog. Als ik zeg stop, doe het volgende constant. Eén been voor. Af. Staan. Hup. En stop. Stop. In de grond. Daarna gaan we weer door. Dan wisselen we weer van de andere kant. Ja? Oké. Klaar. Knieën. Kom op. Hou vol. Ja, oké. Kies één kant. Maakt niet uit welke. Ha, terug. Ha. Zie je? Terugtrekken, terug. Ha. In de grond. Ha. Kom op. Hou vol. 3, 2, 1. En knieën weer. Hou vol. 3, 2, 1. Andere kant, hè? Staan. Ha. Mijn voet blijft staan. En ik zet mijn achterste been. En mijn voet tegen in de grond. Kom op. Ik doe met je mee. Dus je mag niet opgeven, hè? Nog even. 3, 2, 1. En los. Gaan we dat opstoken nog. Als ik zeg direct is, ga je vanuit hier ook je direct maken. Zeg ik hoeken, maak je vanuit hier hoeken. Ja? Oké, maakt niet uit of we nou voorstaan. Of aan de zijkant. Je doet het gewoon. Ja? Oké. Opstoot. Voor. Opstoot. Zij. Maakt niet uit welke zijkant je kiest. Zometeen wissel weer. En blijf met de snelle pasjes op de bal van je voet bewegen. Hè? Kom. Kom op. Midden. Zijkant. Midden. Direct. Kom maar. Zijkant. Hou vol. Midden. Zijkant. Midden, ga over naar de hoeken.
Dat kan niet zo heel snel, want dan wordt het heel rommelig. Maar blijf wel de pasjes maken. En de hoeken maak je op een ander tempo. Dus niet zo, maar dat ziet er niet uit, hè. Maar je blijft wel de pasjes maken. Zijkant. Dus blijf de pasjes maken. En dan moet die hersenen een paar dingen doen. Soms is het lastig. Blijf bewegen. Snelle pasjes. Midden. Zij. Oké. Blijf even doorgaan. Passen. Naar de buitenkant. Binnen. Buiten. Ja, mag ik? Ik ga wel zeggen wanneer het moet. Midden. Buiten. Midden. Buiten. Binnen. Buiten. Kom op, hè. Die kuiten gaan branden, maakt niet uit. Binnen. Buiten. Oké, gaan we over naar de halve squat. Dus echt zo bouncen. Dus blijven een beetje middenin. Als ik zeg diep, dus hele squat, zeg gewoon, ik zeg dan gewoon squat, ga je helemaal naar beneden, één keer. Ja? Dus blijf je bouncen. We zijn bijna klaar met de workout. Kom op. Squat. 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 Kom op. Ga door. Oké, heel los. Goed. Of je maakt zo meteen. Je mag kiezen. Een diamond push-up. Of een gewone push-up. Op je knieën mag ook, hè. Of je maakt een push-up. Waarbij ik, als ik omhoog kom, één arm optil. Ziet er zo uit. Waarom is dat, Bas? Dat voel je zo meteen zelf. Ja? Dus ik druk. En één til ik van de grond af. En terug. Ja? Van de grond af. Je kiest een aantal. Dus doe er bijvoorbeeld 3. Even rust. Of 5 of 10. En dan even rust. Ga je weer door. Doe maar een minuutje. Ja? 3, 2, 1. Dus, je mag kiezen. Omhoog. Push-up omhoog. Of pak de diamond push-up. Of ik pak de gewone push-up. Ja? En dat combineer je. En daar maak je keuzes in. Dus op het moment dat ik stel je voor, ik heb nu 10 gedaan, dan schud ik hem uit. En dan denk ik, oh, ik kan wel weer. Dan ga ik verder. Dus echt die andere gewoon even los. Of de vingertop in de grond aan, prima. Ja, en even los weer. Dan pak je hem weer op. Denk je naar die diamond push-up. Die vond ik ook wel leuk. En ik heb die versie gedaan die ik nu doe. Ik doe de diamond push-up nog even een paar keer. Vind ik niet erg als je maar bezig bent. Dus tel je gewoon 5, 6. En even los. Ja? Oké. Nou, dit was hem. Alleen de cooling down. Die kan je voor jezelf invullen. Even een rondje wandelen in de tuin. Even een beetje draaien. Rekoefeningetjes doen. Pak ze gewoon van de andere workouts. Staat genoeg op. Ook van yoga, van alles. Succes, fijn weekend.